beste podcastkijkers, ik bevind mij op dit moment op de zogenaamde Keizersberg in Leuven, de beroemde universiteitsstad. En achter mij is de abdij Keizersberg, een Benedictijner abdij. Altijd een toevlucht geweest voor geestelijken en mensen die wilden studeren. En dat is nog steeds zo. Er zijn hier heel veel studenten uit alle landen van de wereld die hier een dak boven het hoofd hebben. En een dak boven het hoofd, ja, we gaan het hebben over daklozen en thuislozen. Hans Kriek en ik geven daar aandacht aan in Nederland, in België en vergelijken de situatie met de Verenigde Staten. Is er sprake van een crisis aan beide zijden van de oceaan en doet de politiek eigenlijk wel voldoende om dit aan te pakken? Of is het een zaak van weinig belang en waar weinig aandacht voor is? Er zijn veel vragen waarover we ons best doen om die te beantwoorden. Laten we eerst eens kijken in België en vooral naar Nederland. Hoe is het de situatie in het rijkste land van de wereld, Nederland? Of is daar ook armoedtroef? Ik geef er straks antwoord op. Daarna volgt een bijdrage van collega Hans Kriek met de dramatische cijfers over daklozen in de United States. Met de bijbehorende beelden. Het aantal dak- en thuislozen in België is moeilijk te bepalen, omdat er geen nationale statistieken zijn en de definities en methoden van tellingen kunnen verschillen. Volgens verschillende bronnen zijn er echter enkele schattingen beschikbaar en daar moeten we het ook even over hebben. In 2021 werden er meer dan 5000 dak- en thuislozen geteld in het Brusselse hoofdstedelijk gewest. Een stijging van bijna 28% ten opzichte van vier jaar daarvoor. In 2022 werden er meer dan 4000 dak- en thuisloze personen geteld in Charleroi, Namen, Zuidwest-Vlaanderen en de eerste lijn zorg van Bravio rond Vilvoorde. Uit deze cijfers blijkt dat het aantal dak- en thuislozen in België toeneemt en dat het probleem niet alleen de grote steden betreft. Een groot deel van de dak- en thuislozen leeft ook in een verborgen vorm van dakloosheid, zoals bij familie, kennissen of vrienden. Bovendien zijn er veel vrouwen en kinderen en jongeren onder de dak- en thuislozen. Zo is ongeveer 1 op de 5 tussen de 18 en de 25 jaar oud. De belangrijkste oorzaken van dak- en thuisloosheid zijn volgens de onderzoekers het structurele tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, de stijgende armoede en sociale uitsluiting en de gebrekkige toegang tot de gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning en de complexiteit van het hulpverleningsaanbod. Dan gaan we over naar Nederland. Daar is het een stuk beter. Het aantal dak- en thuislozen in Nederland is complex en urgent, volgens de statistieken. Volgens de laatste schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er op 1 januari 32.000 mensen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar zonder een vaste verblijfplaats die sliepen op straat en in de laagdrempelige opvang of op niet-structurele basis bij familie of vrienden. En dat is een daling van 18% ten opzichte van het begin van 2018, toen er nog 39.000 daklozen waren. Dus dat scheelt er toch 7.000. Maar er is natuurlijk ook heel erg veel verborgen leed. Terug naar die daling, die is vooral te danken aan de extra inspanningen van de overheid en gemeente om dakloosheid te voorkomen en te bestrijden tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld. Want toen was het een serieus probleem. De oorzaken van dak- en thuisloosheid zijn divers en vaak met elkaar verweven. En de redenen zijn ongeveer hetzelfde als die in België en misschien ook wel in Amerika, maar dat horen we straks. Sommige veel voorkomende oorzaken zijn verlies van werk of inkomen, schulden, echtscheiding of relatiebreuk, psychische problemen, verslaving, huiselijk geweld en ook uithuiszetting of ontruiming. Ook kunnen er persoonlijke factoren meespelen, zoals een gebrek aan sociale vaardigheden, zelfredzaamheid of een sociaal netwerk. Daarnaast spelen er ook structurele factoren mee, zoals de krapte op de woningsmarkt die in Nederland door de stikstofcrisis wel enorm aan het toenemen is. En ook
de decentralisatie van zorg van overheid naar gemeente en de veranderingen in het sociale zekerheidsstelsel die er ook nog aankomen en die best relevant zijn voor de problematiek. Dak- en thuisloosheid is niet alleen een individueel probleem, maar ook een maatschappelijk probleem. Het heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid, voor de veiligheid en de participatie van betrokkenen in de maatschappij, maar ook voor de samenleving als geheel. En daarom is het belangrijk dat dak- en thuisloosheid, dat wordt voorkomen, dat het wordt verminderd en beëindigd. En dat vergt een integrale en persoonsgerichte aanpak waarbij alle betrokken partijen samenwerken om passende oplossingen te vinden voor elke situatie. En ik zal je vertellen, dat is heel erg moeilijk, zeker met een versplinterde en verzuilde samenleving zoals Nederland. Het wordt misschien wel iets beter, maar het zijn toch wel een heleboel verschillende platforms die er vooral heel erg goed in slagen om vooral niet met elkaar samen te werken, is mijn oordeel. Maar vergeleken met de situatie in de Verenigde Staten is de situatie in Nederland nog redelijk rooskleurig. Al is het nog maar de vraag of het armoedebeleid van de Nederlandse regering dermate toeltreffend zal zijn. De bodem van de Nederlandse schatkist lijkt met de stijgende rente al snel in zicht en vaak zijn het de zwakkeren die daarvan de dupe zijn. In Amerika, daar vertelt collega Hans Kriek iets meer over. En hij is in de ontwikkelingen en de cijfers gedoken. En als we het hebben over rooskleurigheid, ja, het wordt wel een beetje een droevig verhaal. Het woord is aan Hans. Het Amerika van president Joe Biden kent op dit moment vele grote crises, zoals over de criminaliteit, de stijgende inflatie, de chaotische politiek en de miljoenen illegalen die zonder problemen Amerika binnenkomen. We kunnen er daar nog één aan toevoegen, namelijk een dakloze crisis. Een ontluisterende crisis van een groeiend en verontrustend probleem in de Verenigde Staten. Los Angeles, New York, Seattle en San Francisco zijn de steden die het hardst worden getroffen. Deze crisis heeft diepgaande gevolgen voor de samenleving en werpt een scherp licht op verschillende complexe kwesties, waaronder de impact van illegale immigratie, verkeerde klimaat en beleidskeuzes. Om de ernst van de situatie te begrijpen, moeten we eerst eens even kijken naar de cijfers. Op een willekeurige nacht in januari 2022 waren er maar liefst meer dan 500.000 daklozen in de Verenigde Staten. Californië, Vermont en Oregon hebben de hoogste dakloosheidspercentage van alle staten, terwijl Washington D.C. het hoogste percentage heeft in absolute cijfers, namelijk 65,6 daklozen per 10.000 inwoners. Los Angeles en New York zijn de steden met de grootste daklozenpopulaties, elk met meer dan 60.000 daklozen. Nog een paar cijfers. Ongeveer 70% van de daklozen in Los Angeles heeft geen onderdak, terwijl slechts 6% van de daklozen in New York geen onderkomen heeft. In steden zoals Los Angeles, San Francisco en Seattle zien we een schrijnende toename van daklozen die zonder enige vorm van onderdak leven. En deze steden hebben te maken met zowel een tekort aan betaalbare huisvesting als een groeiende populatie daklozen. Tentenkampen zichtbaar in de straten weerspiegelen deze tragische realiteit. Illegale immigratie speelt een rol in de dakloosheidscrisis, vooral in grensstaten. Sommige illegalen, bij gebrek aan legale status en toegang tot reguliere huisvesting of diensten, worden gedwongen op straat te leven. En dit vergroot hun kwetsbaarheid en kan de druk op al onverbelaste opvangvoorziening vergroten. Ondanks beloften van verandering lijkt het dakloze probleem te verergeren. In sommige steden zijn er beleidskeuzes gemaakt om daklozen in hotels onder te brengen. En dat leidt weer tot een toename van de criminaliteit in die plaatsen. De chronische dakloosheid die in de VS met 65% is gestegen sinds 2016 is een zorgwekkende trend. Mensen van kleur, mensen met een verleden van opsluiting en degenen die betrokken zijn geweest bij het pleegzorgsysteem hebben allemaal een grotere kans dakloos te worden dan andere groepen, hoewel de dakloze populaties sterk variëren per staat en per stad. Tot welke conclusie moeten we nu komen?
Dakloosheid is een zeer ernstige crisis die schreeuwt om politieke oplossingen die er maar niet lijken te komen. De situatie, vooral in steden als Los Angeles, New York, Seattle en San Francisco, is alarmerend. De lokale overheid, vooral in democratische steden, doen weinig tot niets om aan de dakloze crisis het hoofd te bieden. Met de komst van illegalen die over de grens bij Mexico binnenkomen, treft president Biden grote schuld aan het verergeren van de crisis, zeker in de komende 2 jaar, zolang hij nog president is. En dat is een grote schande voor Amerika en de Amerikanen. Tot zover deze aflevering van Knarrepot, wederom gemaakt door Dick Maas Broekema en Hans Isa Kriek. Tot de volgende keer.